eigenlijk was hij lekker boodschappen doen. Hoorde op een gegeven moment dat er wat brand boven was. Ja, dan kom je op een gegeven moment je boodschappenwagen boven. En ja, je ziet eigenlijk een twee hoopjes smeulende auto die zo'n beetje volledig los aan het gaan zijn. En ja, een van de twee bleek die van mij te zijn. Dus... En ja, dan sta je beneden te wachten, roepen ze toch je kenteken om. En ja, het is vooral denk ik voor degene naast me heel vervelend. Dit, in mijn geval wordt het gelukkig gewoon vanuit mijn werk geregeld. Maar ja, het is allesbehalve prettig om bovenbij uit te komen. Dus ja.